één minuut voor de wedstrijd. Komt die binnen bij ons in de kleedkamer. Ja. Met een onwijs ketoplast. Die zet hij neer op de grond. In de kleedkamer? In onze kleedkamer. Ja. Hij drukt op play. En het enige wat we hoorden. We gonna kill you motherfuckers. We gonna kill you motherfuckers. We gonna kill you Ik ben nu keihard geworden. Ja. Ja, ik ben keihard geworden. Het is gewoon Glenn 2.0. Ja, ja. Ja, zakelijk gewoon. Gewoon keihard. Dat moet ook, ja. En, nou, als ik dat niet zou doen, dan ben je echt een debiel geweest en heb je niet geleerd van je fouten en alles. Maar ik ben keihard naar mezelf, maar ook keihard richting anderen gewoon. Weet je? En ik heb ook zoveel geld weggegeven. Echt zoveel geld weggegeven. Dat als ik dat allemaal terug zou krijgen, kan ik iedereen, dat ik voor de schuldsanering, kan ik iedereen 10.000 keer terugbetalen, bij wijze van spreken. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Nou, ik bedoel, je hebt je fouten gemaakt, niet uit de, kijk, de fouten die ik gemaakt heb, die zijn niet uit de slechtheid van mijn hart, maar uit de domheid van mijn verstand. Ja. En daardoor kan ik in de spiegel kijken. Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb wel met dat geldverhaal, gewoon dat geld in mijn leven, heb ik wel door ik ermee om ben gegaan, wel echt een stukje van mijn ziel is wel zwart daardoor gewoon. Ja, dat zou ook nooit weggaan. Maar ik heb het nu wel een plek gegeven. Ja. Het moet ook wel, weet je wel. Maar zet me terug in de tijd. Kijk, ik kijk naar mijn kleine, kijk naar mijn dochtertje, mijn zoon, mijn vrouw. Luister, ze zijn gezond, ze zijn gelukkig. Dus ik ben multimiljardair. Ik ben echt multimiljardair. Dat is ook zo. Alleen, zet me terug in de tijd. Ja. Sla ik me allemaal tanden uit mijn bek. Ja? Ja. Laat dat ook duidelijk zijn. Ja. Ja. Lukas, wat doe je nou? Ik vertel je zo al. Ja, vertel wat het verhaal van Ian. Ian Wright. Ian. Met die stront die zo mooi. Ja, nee, kijk. Nee, we waren altijd, weet je, jij weet ook, je kleedkamer humor, ja. Heb je, ja, en dat hebben wij ook overal gehad. En dat begint bij de amateurs. De een is wat gek als de ander. Vertel me die pisser onder de douche. Ja, ja. Ja, je weet toch, normaal vroeger heb je toch altijd gewoon, dan weet je, dan stonden onder de douche. Ja. En dan ben je aan het insmeren met shampoo. Op een gegeven moment zit shampoo, weet je, op je gezicht, dus je hebt je ogen dicht. En dan, precies op dat moment voel jij een warmere straal op je been. Ja, toch? Ja. En je weet, ik heb hem ook gehad. Dit klopt. Ja, iedereen heeft hem gehad. Ik heb hem ook gehad. Ik heb hem vaker gegeven, maar ik heb hem ook gehad. Maar ik heb hem eerst gehad voordat ik hem gegeven heb. Weet je? Ja, ja. Dus de warme straal, maar dan moet je zeep nog uit je ogen. Ja, en dan voordat het klaar is, en op een gegeven moment kan je je ogen open en je kijkt. En dan zie je iedereen gewoon naar voren staan. En van ja, ik was het niet. Weet je wel? Nou, dus, ja, je kon nooit zeggen van ja, jij bent, nee, maar ja, je hebt het niet gezien. Nee. Weet je wel? Dus nou, dat heb ik ook vaak gedaan dan, weet je. Nou, jij ook, iedereen, ja, weet je wel. Ja. Nou, maar op een gegeven moment ga ik naar Engeland. En dan had je altijd in de kleedkamer. Wij speelden bij Arsenal. We speelden op het trainingsveld London Colony. Ja. Dat was één trainingscomplex, maar met iets van 9 velden. Maar dat had je ook allemaal kleine kleedkamers. Je had niet één hele grote kleedkamer. Okay. Met allemaal 5, 6 kleine kleedkamers. Ja, ja. En dan zat je met 5, 6 man zat je erin. En ik zat met Ian Wright, Dennis Bergkamp, David Hillier en David Blatt. En altijd, ook in Nederland, weet je, ja, heb je ook die kleedkamerhumor. Ja. Maar dat begon ook natuurlijk, net zoals in de douche. Dus ik sta onder de douche. En ik ben me aan het inzepen, weet je wel. En op een gegeven moment, ja, zit die shampoo zit bij mijn ogen. Dus ik kan mijn ogen ook niet open doen. En ja hoor, ik voel die straal op mijn been. Ik voel hem op mijn been. Dus ik snel, weet je, want ik wist niet wie er, want er waren 3 mensen in de kleedkamer. Maar ik wist niet wie er onder de douche naast me gaan staan. Dus ik snel. Maar op een gegeven moment voel ik die straal helemaal naar boven gaan.
naar boven, naar beneden, naar links en naar rechts. Alsof iemand aan het tekenen was, weet je wel. Dus ik wou gewoon bijna door de shampoo heen kijken zo, weet je wel. Dus, maar ik denk, stel, degene. Dus ik kijk zo. Staat Ian nog steeds aan het pissen? Zeg, ik ben het. It's me. Nou. Ik zeg, oké, dus dat is jouw humor. Oké. Zo is goed. Dan had hij aan mij al die. Dat is natuurlijk echt de verkeerde. Dus elke dag hebben dingen. Nou, dat begint met, weet je, zijn spijkerbroek. Want het was Dennis en ik. Tegen Ian. Tegen Ian, tegen mij en Dennis. Dus eerst een spijkerbroek voor Ian. Pak Dennis de ene kant, ik de andere kant. En tok hem echt die spijkerbroek zo hard mogelijk aan. Nou, die knoop kreeg je nooit meer eruit. Ja? Dat moest altijd verplicht eten en handtekeningen zetten. Ja, na de training moesten we in de kantine moesten we gaan eten. En van die klapdeuren en ging dan open zo. En dan weer Ian schreven, Glenn! Altijd mijn naam. Altijd mijn naam. Dus Glenn! En dan kwam hij daar en had hij gewoon alleen een colbert aan en een korte broek. met zijn spijkerbroek in zijn hand. Met één knoop. Dus iedereen wist wat er aan de hand was. Iedereen lachen, jongen. Oké, nou, de volgende wat ik had gedaan was... We moesten ook vaak representatief ergens naartoe. Yeah. Of naar het ziekenhuis. Of we moesten naar een meet and greet, weet je wel. Mensen die op prijs hadden gewonnen. Maar in ieder geval moesten we naartoe. Maar dan hadden we dus kostuums. Clubkostuum. Maar dat was echt netjes, weet je wel. Colbert, nette schoenen, stropdas. De broek, nou met zo'n wap, weet je wel. Hij is een vouw, weet je. Dat is echt namelijk. Dus op een gegeven moment heb ik ook in die broek van hem, heb ik dus een knoop gezet. Dus... En dat was echt een modemannetje. Zij komt de kantine binnen, want ik was altijd eerder weg. Zij komt de kantine binnen. Glenn! Iedereen weer opkijken. En dan zag je hier met deze helemaal mooie strakke pantalon. En hier helemaal gefrommeld. Alsof hij iemand op hem lopen stampen. Maar hij was echt boos. Hij vond echt niet leuk. Ja, want hij kon niet doen. Ja, nee, hij was echt boos. Dus, maar ja, ik vergeet niet gewoon dat je gewoon bijna gewoon in mijn nek aan het pissen was. En naar beneden alles. Dus. Maar ik was niet klaar met hem. En de volgende heb ik gedaan? Heb ik sokken heb ik geknipt zo. En heb ik die sokken teruggedaan in zijn schoenen. Ja, ja. Dat die, toen ben ik wel blijven zitten in de kleedkamer. Ja. Met die sokken aan. En zijn tenen kwamen zo te... Die kwam er vandaan. Alleen het probleem was, ja, kijk, toen ging ik ook nog niet goed met geld om. Die sokken waren iets van, weet ik veel, de 60 pond of zo. Ja. Weet je. Dat waren weer van die stelsokken. Dus ik was de ene die het lachen was. Ja, mooi, nou, daar heb ik ook op een gegeven moment zijn onderbroek ook geknipt. Dat hij zijn onderbroek aandeed. Dat zijn ballen zo eronder vandaan hingen. Dus, alleen die onderbroek was ook weer duur. Ja, ja. Maar ja, nou, en op een gegeven moment, een van de leukste dingen was wel. Op een gegeven moment komen ik, Dennis en ik, die komen terug van internatverplichting. En Ian zat toen niet bij het Engelse elftal. En dan komen we op maandag komen we weer bij elkaar, weet je wel. En dan degene die Interland hebben gespeeld, die lopen uit. Ja. En de rest moesten dan trainen. Dus wij, Dennis en ik, die gingen nog uitlopen. En Ian moest trainen. En op een gegeven moment, wat we klaar waren, nu links. Dennis gaat naar binnen. Dennis gaat naar binnen. Maar ze waren precies aan het trainen op dat veld, waar je ook kon zien waar we naar binnen gingen. En daar is het veld. En dan heb je hier zo een deur met een raam. En dan kon je zo kijken richting de kleedkamer, weet je wel. Dus Dennis loopt naar binnen en die kijkt nog of iemand kijkt, maar die gaat rechts. Dus ik heb achter me aan en kijk ook nog of iemand kijkt. En die gaat ook naar rechts. We sprinten altijd door die gang heen. We gingen dus niet naar de kleedkamer, we gingen door die gang heen. Die gang, het einde, die kwam uit op de parkeerplaats van ons trainingscomplex London Colony. Wij sprinten door de auto's heen naar het hek, aan de zijkant. Het hek dat grenst aan een boerderij. We hebben altijd eroverheen klimmen en altijd een stok en een tak gezocht. En hebben alle honden, koeien, stonden die we konden vinden op die tak. Op die tak, dat was een berg, weet je wel. Ja, echt. Over het hek klimmen zo met die tak. Ja. Tussen de auto's door naar Ian's auto. Ja. En ik vergeet dat zijn auto, dat merk vergeet ik nooit meer. Dat was hij had net nieuw. Een Austin Martin DB7. Ja, ja, ja. Je weet toch, als die deur dicht ging hoorde. Weet je zo. Als je mijn deur dicht hoorde, klik, klik. Mijn moeder, weet je zo. Dat was echt nieuw. En ook van die hele handvaten, weet je. Echt, die, nou,
onder die handvaten hebben al die. En die stront hebben gesmeerd. Zo. Weet je, zo, echt zo. En die handvaten waren echt. Die waren echt diep zo. Ja, 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 ja. Was het helemaal vol. Dus echt gewoon helemaal zo. Oh, tot, daar, tot het randje zo. En Dennis nog met zijn shirt zo. Dat je niks zag. Ja, ja, ja. Dus. Nou, wij gaan naar binnen en wij gaan douchen. Zegt de service, oké, en de fysio's, see you tomorrow. Dus wij gaan, weet je, oké, dan zie je morgen. En Ian, die zou naar me toe komen na de training. Ja. Want die neemt ook, af en toe nam hij mijn auto mee, weet je wel. Die auto die ik had was dan best wel speciaal, ook in Engeland, weet je wel. En mocht die auto meenemen en ik was toen geschorst voor mijn rijbewijs. Ja, dus Ian die... Dus Ian zou na de training naar me toe komen en om met mijn auto dan mee te nemen en zo, weet je, want die auto was best wel speciaal, ook in, voor Engeland begrippen en zo. Je zat die 850 toch? Die 850, nee, ja, ik kon start op afstand en al die dingen, ja, dingen zo, dus. En op een gegeven moment wordt mij aan de deur gebeld, ding dong, en nou, ik loop naar de deur, ik doe de deur open, ik zeg, Ian. Kom eens uit, man. Ze komt binnen. Dus Glenn, en dan komt zo naar binnen. We lopen zo 3 meter zo mijn gang in. En geef me zegt hij, Glenn, you have to help me, man. I have to get something from my trunk. Je moet me even helpen. Ik moet hem even pakken uit mijn kofferbak. Yeah. Ik zeg, oké, no problem. Dus ik loop achter hem aan naar buiten. Ik loop naar zijn kofferbak en hij doet zijn kofferbak open. En hij reikt zo met 2 handen reikt hij zo erin zo. En vlak voordat hij bij de bodem is, zegt hij, Glenn, there's a paper on my front seat. Can you get it for me? Hij zegt, er is een papier op mijn stoel. Kan je het pakken? Ik zei, no problem. Dus ik loop zo naar die deur toe. En ik wil die deur open. En vlak voordat ik bij die hendel ben. Vlak voordat ik bij die hendel ben. Echt zo'n stukje vandaan. Hey. Hij zegt, het was you, motherfucker. Mooi, hè? Oh, wat een gek, man. Man. Ik kan je voorstellen, die poep in zijn nagels. Weet je, zo. Volgens mij was hij toen echt boos toen hij het merkte. Maar, later moest hij wel om lachen. Maar hij heeft me wel een keer teruggepakt. Later, goed. Maar hij was echt wel, hij was toen ook echt hot daar, hè? Ian Wright, moet je voorstellen. Die was even populair. Was Mark van Basten toen in Nederland. Hij was echt een goede voetballer, maar hij was ook gewoon echt een leuk persoon. Je kon echt met hem lachen, aan het voortouwen. Ik dacht dat ik gek was in de kleedkamer, maar hij was nog gekker in de kleedkamer. Weet je wel. Wat Dennis ook dan, hè? Dan verwacht je niet dat Dennis, want als je hem ziet op televisie, altijd serieus en dit en dat, omdat hij dat ook dan daarin meegaat, weet je, dat hij dat doet. Dat is mooi. Dennis, wat, weet je, hij kiest daarvoor om dat op tv dingen niet laten zien. Maar Dennis is echt een tof gozer. Maar echt. Zou ik niet zeggen omdat ik met hem samengevoerd heb. Maar hij is echt een tof gozer. Je ziet ook iedereen die met hem gespeeld hebt, zegt ook allemaal dezelfde woorden. Weet je. Als ze nou een beetje problemen hebben bij Ajax en zo, weet je. Dat is een ander niveau, weet je. Dat ze nu met elkaar omgaan. Maar iedereen zegt dat gewoon. Maar het is ook zo. Had ik maar wat meer naar hem geluisterd toen ik bij Arsenal bij hem speelde. Maar hij heeft me vaak genoeg tips gegeven en dingen gezegd hoe ik anders moest doen. Bijvoorbeeld met dat rondjes geven en zo, dat zei hij ook. Dus ik dacht van, jij hebt nog meer geld. Jij betaalt echt voor iedereen, dacht ik, weet je wel. Hij zegt, waarom? Yeah. Maar omdat ik meer geld heb, moet ik voor iedereen betalen. Yeah, ik zal hem misschien een rondje geven, maar ik ga niet 10 of 20 rondjes geven. Waarom? Nee, zoals jij. Ja, ja. Je bent niet goed bij je hoofd. Ja, maar ik dacht toen, jij bent niet goed bij je hoofd. als ik nu tegenkom, zeg ik, ja, gelijk hoor. Nee, maar ja, ik bedoel, Dennis is echt, weet je, de grootste voetballer waar ik samen in gespeeld heb. Ja, de beste. Ja, maar ik heb met best wel veel goede voetballers samen gespeeld. Maar Dennis zeker, ja. Zeker. Vertel die story van Vinnie Jones. Vinnie Jones. Die. Luister, die was ook getikt. Oh, ik moet hierin. Yeah. Vinnie Jones was ook getikt. Yeah. Die, maar ik mocht hem wel. Ja, hij had zelfs een video dat je gewoon... Die aanslagen die je uit die video doet, daar krijg je gewoon per persoon krijg je gewoon 8 jaar voor. Hij had gewoon 80 jaar niet mogen voetballen. Voor die video die hij eigenlijk had, die DVD die hij eigenlijk had gemaakt. Dus hij was sowieso al gek, zeg maar, in zijn hoofd. Uh-huh. En wij komen van een bespreking. Dus de bespreking was altijd een half uurtje rijden van het stadion vandaan, weet je, bij een golfclub. Dan zetten we op Highbury onze auto's.
onder de tribune. Ja. En dan konden wij gelijk bij het veld konden wij dus dan lopen. We waren natuurlijk al altijd ruim van tevoren waren wij dus al in Highbury. Ja. En op een gegeven moment zetten we onze auto's neer en we horen op het veld allemaal geschreeuw en zo, weet je wel. Dat is gewoon Vinnie Jones. Die was al gewoon een warming-up aan het maken. Ja, maar echt. Die was een warming-up aan het maken. Hoe lang voor de wedstrijd, hoe lang was dat? Ik denk voordat wij de warming-up zouden beginnen, zeker een uur van tevoren. Okay. Voordat wij de warming-up zouden beginnen. Ja. Een uur van tevoren. Oh. Dus en dan liepen we dan echt langs het veld, gewoon echt langs de zijlijn. Liepen we dan, weet je, naar Highbury, als je je nog kan herinneren van waar je uitkomt bij Highbury, bij de kleedkamers. Liepen wij langs het veld, liepen wij zo dus terug. En hij een bal daar naartoe laat spelen en dan een slijding vlak voor je neus nemen. En opstaan en je zo aankijken. Yeah. Zo. Zomaar, weet je. En deed hij 3 of 4 keer. Ja, want we staan natuurlijk allemaal tegelijk aan. Yeah. Maar elke keer ging hij terug naar de ding, slijding en daar spelen. En dan slijding vlak voor ons dan. Ja. Dus op een gegeven moment, wat deed je nou? Op een gegeven moment, 1 minuut voor de wedstrijd. Komt hij binnen bij ons in de kleedkamer. Yeah. Met een onwijze ketoplast. Die zet hij neer op de grond. In de kleedkamer? In onze kleedkamer. Ja. Hij drukt op play. En het enigste wat we hoorden. We gaan kill you motherfuckers. We gaan kill you motherfuckers. We gaan kill you motherfuckers. Het enigste wat we hoorden. Ja, hij was echt getikt. Hij hier pakte die ketoplaster. En die ging naar hun kleedkamer. En die liep erachteraan. En die gooide bam. Hij gooide een kapotje aan hun kleedkamer. Ja. Oké, okay, maar hij speelde toen die Vinnie Jones bij? West Ham? Nee. Nee, Wimbledon. Oh, Wimbledon. Wimbledon, ja. Wimbledon. Speelde toen tegen Wimbledon. Ja, jongens. Ja, dus je hebt aardig een paar karakters rondlopen hoor in die voetballerij. Zieke man. Hij is toch acteur? Hij is acteur nu. Ja, ik weet niet of hij acteert. Hij is toch gek. Vinnie Jones. Oh, wat een gek, jongen. Ja, leuk. Ja, maar ja, die mensen maken het voetbal wel kleurrijker, vind ik, in mijn ogen. Ja, is ook zo. Ik heb het voetbal ook een klein beetje kleurrijk gemaakt, alleen op de verkeerde manier. Jij speelde toen ook met Vitesse, met, weet je nou, Martin Lamers. Martin Lateheru, Philippe Cocu, Theo Bos, overleden. Ja. Raymond van der Gouw. Makai. Ben je rechtsback, weet je het nou? Hij zat van de week nog met hem te praten. Sturing. Ja, Edward Sturing. Ja. Ja, ik ging kijken bij jullie hoor. Dat was een klein mannetje. Serieus? Ja man, ik ging bij mijn vader ging altijd kijken. Ik weet de allereerste keer dat ik speelde oefenstrijd tegen Vitesse. En ik speelde bij Sparta en ik zou naar Vitesse toe gaan. Yeah. En dan speelde Papen dan. Ja. Maar het was gewoon een oefenstrijd. De eerste bal die ik krijg, als een blinde kwam. Ja. Ja, echt als een blinde. Sliding, hè? Bam! Ik sta op. Ik zeg, heb je ruzie met je vrouw? Zo zeg ik. En hij zegt, hoezo? Nee hoor, geen ruzie hoor. Ging gewoon door. Nee. Maar die even intimideren. Maar die deed hij toch ook. Hij ging ook. Ik zag hem altijd met de warming up. Ging je ook sliding gewoon oefenen? Ja, ze, op de met de warming up. Ik deed vaak ook een warming up met hem. En dan moest je, wat ik bij Vinnie Jones deed, moest ik ook bij hem doen. Maar hij deed niet voor mensen te intimideren. Maar hij ging af en toe gewoon een sliding nemen. En ik vergeet 1 keer nooit. We speelden een uitwedstrijd. Ik deed een warming up met sturing. En hij paast die bal over die reling heen. Yeah. Dus weet je, ik moest die bal pakken. En ik loop zo naar die reling en ik doe 1 been eroverheen. En ik zie al die support van tegenstanders. Yeah. Ziek naar het hek toe rennen. En. En zo. En ze zo. Kom maar, kom. Ik zeg. Sturing, pak jij maar! Pak hem zelf maar! Ja, echt hè. Oh. Ik moest even aan sturing denken. Ja, dit verhaal denk ik toen ik al de naam sturing hoorde. Mooi hè? Ja, dit is sturing. Ja man. Nee, we hebben zoveel dingen meegemaakt, weet je wel. Het is gewoon, ja, het is gewoon leuk. Alleen, ja, bij mij was het, weet je, ik had liever iets minder meegemaakt en iets meer verstand, zeg maar. Dan was het voor mij een beetje mooi geweest. Ja, 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 zeker. Top man, dat is €30. Ja. Moet je nog weg nu? Of ga je naar huis? Lekker naar huis. Nee, ik heb nog 1 afspraak. Top. Schot. Bedankt man. Je weet hè, zo zullen we alleen maar lobby voor jou jongen. Zeker, je weet. Man. Doe je best en geniet ervan. Kom goed. Kom op. Ciao. Later broer, lukt je. Ciao. Ja, dat was Glenn jongens. Echt een mooie vent en ik ken hem en die verhalen zijn echt top.
Dank weer voor het kijken. Abonneer even. En dan gaan we weer door naar de volgende.